de prachtige cupolazaal van het Bonnefante Museum. Daar heb ik speciaal een nieuw space garment voor gemaakt. En dat zijn eigenlijk drie mouwen en drie broekspijpen. En die monden uit in realistisch ogende handen en schoenen. Wat tweedehands schoenen zijn, dit is bijvoorbeeld de sneaker die ik zelf heb gedragen. En dan vind ik het mooi dat die gebruikerssporen er ook op zitten. En dat er ook nog wat meer persoonlijkheid van mezelf in zit. Bijvoorbeeld hier is een schoen, die is van mijn pa geweest. En een andere pump, die is van mijn vriendin. En vandaar ook dat die handen ook wel echt realistisch moeten ogen. Want door die schoenen en die handen, dat heb ik gaandeweg de jaren ontdekt, krijg je meteen de relatie tot een lichaam en tot kleding. Space garments, die tekeningetjes maak ik al 20 jaar. Toen ik aan de academie begon, dat zijn mashups tussen ruimte en kleding en sculpturen. Maar die heb ik altijd in een doos weggestopt als een soort dagboek. Ik durfde er nooit wat mee te doen. Maar sinds een jaar of 6,5 nu, toen Alf, mijn zoontje, werd geboren, toen kreeg ik genoeg zelfvertrouwen om daar iets mee te gaan doen. Afgelopen jaar heb ik ook bij Fashion Clash gepresenteerd. Dat was een mouw van slechts 40 meter, die helemaal opgebonden was en die stond op een hand. En die hand was naar het evenbeeld van die van mijn moeder. Ik heb inmiddels in die 20 jaar honderden van dit soort schetsjes gemaakt. Dus ik heb nog genoeg in de hoge hoed zitten om nog meer te gaan doen. Maar zo groot als dit ben ik nog niet eerder gegaan. Want ik vond wel op zo'n prachtplek als het Bonnefante, zo'n naam en dan ook nog eens deze zaal. Ja, dan moet je niet met half werk aankomen. Dus ik hoop dat dit een mooi visitekaartje wordt voor Bonnefante of andere musea om weer nieuw werk te maken. Of zelfs deze te plaatsen, wat natuurlijk ook kan. Want het is een soort modulair systeem geworden. En het voelt ook goed, want ik heb altijd catwalk shows gegeven en ook collecties verkocht aan winkels. Maar ik wil niet meer op die manier kleding de wereld induwen. Ik wil meer bewustwording krijgen voor de kwaliteit van alle kleding die er al is. En dat probeer ik eigenlijk met dit soort installaties te doen. Dat ik mensen verwonder en vertraag en daardoor eigenlijk een nieuw perspectief op kleding geef.